Op 14 mei ging bij het Krandhotel Huis ter Duin in Noordwijk de legendarische Tulpenrally van start. Eigenaren van totaal zo'n 195 historische wagens kwamen bij elkaar om zich te meten in deze toch wel behoorlijk zware rally, die 5 dagen zal duren. De Tulpenrally bestaat sinds 1949. Is niet alle jaren gehouden, dit is de 48ste keer dat de rally wordt gehouden. De totale route is 2650 kilometer. We beginnen vandaag in Noordwijk. Vanavond zijn we meteen in het noorden van Frankrijk. Uiteindelijk komen we op het zuidelijkste punt, zit op zo'n 150 kilometer ten zuiden van Genève. Dan gaan we van daaruit weer terug. Klein uitstapje via Duitsland, waar we vrijdagavond slapen. Dan zijn we zaterdag hier weer terug in Noordwijk. Bij de technische keuring wordt vooral gelet op de veiligheid van de wagen. Zoals bijvoorbeeld de remmen. Maar ook omdat een grote stuk in het donker gereden wordt op de o zo belangrijke verlichting. Ook wordt er gekeken of de auto nog in originele staat verkeert, want dat is een vereiste. Deze Lagonda V12 uit 1938 voldoet zeker aan alle eisen. Hij is een van de vele buitenlandse inschrijvingen. Zo langzamerhand zien we ook de leden van het Philips Autotron team die we deze week volgen binnenkomen. We maken kennis met de gebroeders van Oorschot. Dit is de 4e keer dat we meerijden. We hebben 3 jaar met een Jaguar Mark II meegereden en nu rijden we met een Mercedes 300. Hij loopt prima. En nou ja, nakijken wat u nu zit, olie, alles en verder, hopen we er het beste van. Wim is de beste navigator die er bestaat. Lekker. Heb jij geluk? Ja, ik heb geluk, ja. Terwijl om 9 uur de rally officieel van start gaat met de unieke vintage-klasse, de auto's van voor 1946, neemt de rest van het team plaats in de startlinie. In de XK120 rijden Koen Lamp en Paul Koppen. Wij doen voor de eerste keer mee, dus heel spannend eigenlijk. En wat is de rally-ervaring? Geen. Nou, dat belooft wat. Het is trouwens toch al een race met handicaps, want het stuur zit ook nog aan de rechterkant. Het is eigenlijk helemaal geen verschil. Het is even 5 minuten wennen omdat het aan de rechterkant zit. Maar ik heb er nu al zo lang in gereden, dus het is wel gewend. We moeten natuurlijk als team moeten we wel winnen. Want dat is de afspraak. Hè? Het Autotron Philips team moet wel het winnend team zijn. En dat moet wel lukken. De teamspirit zit er hier in ieder geval goed in. Net als bij de broers van Oorschot. Yeah. Het team van der Zeeuw en Verbeek heeft maar 1 motto. Heel houden en uitrijden, dat is allerbelangrijkste. En daar hebben we Arie de Vries en Peter Kerkhoff in een unieke Mercedes Gullwing. Ze houden zich nog even in. Ja, we wachten nog eventjes met start, hè? Het maakt een beetje lawaai, dus dan kan straks de speaker die kan zich niet meer verstaanbaar maken. Dus we wachten eventjes tot we mogen starten. Niks te veel gezegd, hè? Denkt u aan de snelheidscontroles bij het vertrek uit Noordwijk? Want er staan er zoveel dat er rij 2 of 3 aanstaan. Nou, aan die goed bedoelde waarschuwing hebben deze jongens waarschijnlijk toch een beetje maling. Ze gaan er met de dikke 3 liter als een speer vandoor. Het traject loopt zoals gezegd vanaf Noordwijk via Leiden en Rotterdam over de snelweg richting België. De Nederlandse wegen worden vandaag opgesierd door bijna 200 classic cars. Uiteindelijk op weg dus naar Frankrijk. Mooie exemplaren. Een Ferrari 250 GT uit 1957. Een Triumph TR3. En de geliefde Austin Hilly Roadster. Wagen uit 1954. En dan hier met de nummer 150 een wagen uit de sportklasse. De MGB uit 1965. Ja, we zagen van alles. Ook heuse pitspoesen. En net voor Frankrijk spotten we nog de Mark II van het Philips Autotron team. 1 Jaguar, de 300 Roadster en jouw de Golding is ook nog steeds volop in de race. We gingen ze achterna en spraken met de teamcaptain Arie de Vries. Het is een prachtige route. Ik denk dat we heel goed rijden. Als we kijken naar het team, waren we gestart met 5 auto's. Er zijn 2 auto's uitgevallen, de XK en de MK, alle twee Jaguars. Ja, en het waren diverse technische problemen waardoor ze niet meer verder konden rijden. Tijdens de lunch is het tijd genoeg om de olie nog even grondig te peilen. Perfect, behoorlijk zwaar geweest, tot nu toe in ieder geval. Maar vandaag ging het wel lekker. We hebben een paar problemen gehad met de Tripmaster. Dus we hadden 1 dag geen afstandsmeter voor de kaartlezer. Want ik moet de afstand exact kunnen meten. En als mijn Tripmaster kapot is,
moet ik het schatten. Dan moet ik schatten van nog 1,5 kilometer of nog, en dat is heel moeilijk. We hebben nogal wat strafpunten opgelopen. We zijn van de 10e naar de 7e gegaan en toen gingen we in één keer naar de 40e. En proberen nu rond de 30e een beetje te eindigen, als dat mocht lukken. Bij vader en zoon Geertman in de Mark II heeft Leo de zware taak van navigator op zich genomen. We hebben de laatste half uur hebben we ontzettend hard gereden. We reden een stuk of 5, 6 auto's achter elkaar. Dat is natuurlijk op zich niet de bedoeling, maar je wilt per se er op tijd zijn. En het ging vlugger dan ik kon lezen. Hoe kon we sneller lezen? En ik moet en tekenen, en lezen, en links, en rechts, en kijken of je wel mag en niet mag. Vader, zo'n relatie is altijd goed. Een rally is niet makkelijk en de teams worden herhaaldelijk in verwarring gebracht. Op dit kruispunt lijkt plotseling iedereen de weg kwijt te zijn. Oorzaak? Dubbele pijlen aan een boom. De eerste wagen, de MG van het Engelse team Chase en Irwin, rijdt gelijk goed, linksaf. Terwijl anderen gewoon keihard rechtdoor rijden. Verwarring alom dus. Tja, hoe los je het dan op? Toch maar even uitstappen en die pijlen nog eens goed van dichtbij bekijken. Even later hebben de meesten zich weer hersteld en ook de Belgen met nummer 12 kunnen opgelucht zwaaiend hun weg vervolgen. En dan vinden we de veroorzaker van de commotie. Hans Brinkman, de routeuitstippelaar. Hier druk bezig met het opplakken van pijlen in verband met een wegopbreking een stukje verderop. Nou, er zit een kleine wegomlegging in. Dus de deelnemers moeten deze weg in en dan vang ik straks weer op. Arie en Peter in de Gullwing laten zich gelukkig niet van de wijs brengen. En dat is maar goed ook, want ze liggen op dit moment nog steeds 7e in het klassement. De dagfinish is op het terrein van Philips in Aken. Hier kan iedereen even bijkomen van een nogal zware dag en een beetje bijpraten natuurlijk. Het is dit jaar trouwens voor het eerst dat de autolampenfabrikant zich in het Tulpenrally gebeuren heeft gestort. Eigenlijk is het een soort jongensdroom die we mogen sponsoren, een stuk emotie wat er omheen zit. De nieuwste lampen hebben wij geprepareerd. Dat wil dus zeggen een ander lampvoetje onder de moderne lampen gezet. Dat zijn natuurlijk wat oudere auto's, deze classic cars. Dus erg belangrijk, goede verlichting. Ook belangrijk is een goede nachtrust. Want de laatste etappe van de rally gaat 7:30 alweer van start. De route loopt vandaag via het zuiden van Limburg, dwars door Brabant naar de kust. Tja, en als je dan vol goede moed met je ochtendhoofd achter je voorganger aanschuurt, rijd je wel eens een kruisentje voorbij. Hup, wakker worden en keihard in zijn achteruit. Ook Bart ter Borg achter het stuur van deze MGA uit 1961. En dat is natuurlijk goed uitkijken en blijven opletten daarna, want als je niet meer op de juiste route uitkomt, dan kan het wel eens echt goed fout gaan. En dan kun je dit soort belangrijke controlebordjes en dus ook punten missen. Vandaag mag de Mercedes Gullwing heel even naar zijn thuishaven op het Autotron in Rosmalen, want de lunchstop is daar. Maar daarna moet hij, net als de rest van het veld, vol gas richting de finish in Noordwijk. En dat doen ook Bert Dolk en Robert Rorive met startnummer 151 in de Volvo Amazon, koploper van de sportklasse. Bij de finish in Noordwijk komen als eerste de oudste wagens uit de vintage klasse aan. Winnaar van deze klasse werden Mirjam en Rudolf Wesselink. Het Philips Autotron team dat wij de afgelopen weken volgden scoorde een uiteindelijk knappe 8e plaats met Arie en Peter in de Gullwing. Ook de 300 SL Roadster mocht net als de Jaguar Mark II het podium in Noordwijk oprijden. Maar echte winnaars waren in de tourklasse uiteindelijk Richard Veldkamp en Nico Kuiper. En voor de sportklasse het niet te kloppen team van oud-rallykampioenen Bert Dolk en Robert Rorive. Met een razendsnelle Volvo Amazon uit 1965. Veel champagne dus bij de finish in Noordwijk.